2 ton en steun van Hugh Jackman voor Gepest jongetje, je bent sterker dan je denkt. Video: een gepeste Australische jongen met werggroei wordt wereldwijd bedolven onder de steunbetuigingen nadat zijn moeder een noodkreet op Facebook deelde. Het emotionele filmpje is inmiddels meer dan 14 miljoen keer bekeken en laat zelfs grote sterren zoals acteur Hugh Jackman niet onberoerd. In de video is te zien hoe het jongetje, pardon, compleet overstuur is vanwege de eindeloze treiterijen. Dit is de impact die pesten heeft op een 9-jarig kind dat gewoon naar school wil gaan en plezier wil hebben, schrijft zijn moeder. Maar iedere dag gebeurt er wel weer iets. Heeft er iemand advies wat ik moet doen? Sinds het verschijnen van de video stromen de steunbetuigingen binnen. Niemand minder dan de Australische acteur Hugh Jackman steekt Quadden digitaal een hart onder de riem. Quadden, je bent sterker dan je denkt. Wat er ook gebeurt, in mij heb je een vriend, zei de acteur in een video die hij deelde op Twitter. Pesten is niet oké, punt. Het leven is al moeilijk genoeg, aldus Wolverine. Jackman is lang niet de enige die een lans breekt voor het jongetje. Amerikaanse acteur Brett Williams, zelf met werggroei geboren, startte een GoFundMe-pagina om Quadden naar Disneyland te sturen. Daar is op één dag al bijna $200.000 ingezameld. Dit verhaal raakt me enorm, schrijft Williams op Instagram. De acteur wilde $10.000 inzamelen, maar vanmorgen stond de teller al bijna op 180. $000, €166.000. Idol ook Quaddens favoriete rugbyteam, de Diegenoes All-Stars, besloot een videoboodschap te maken voor de jongen. Zijn grote idool Latrell Mitchell blikte een filmpje voor hem in. Hey Quadden. We weten dat dit een heftige periode is, maar weet dat we jou hier allemaal steunen. We willen dat je er volgend weekend bij bent. Leid ons maar het veld op. Het betekent nog meer voor ons dan voor jou, vriend. Hou je taai, we wensen je het allerbeste. En acteur Jim Buckham schrijft, alsjeblieft, informeer elkaar. Informeer elkaar over het feit dat hoe je er ook uitziet, wat voor ras, wat voor voorkeur je ook hebt, je elkaar accepteert. En ook normt. Dit jongetje wil net als ieder ander kind geaccepteerd worden, spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Moeder Jeraka Beels vindt alle reacties hartverwarmend, zo schrijft ze op Facebook. Bedankt voor alle liefde en begrip tijdens deze moeilijke tijd. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.